Zo, goedemorgen. Zijn we weer voor een nieuwe aflevering van Saan Vissing. Vandaag zitten we op een uitlopertje van de Zaan. Nieuw stekkie, hier heb ik nog niet eerder gevist. We gaan het vandaag eens proberen wat eruit komt. Met de feeders, lekker instant. Als we wat karpen vangen, dan gaan we uiteindelijk dit straks ook aanvoeren. Om een keer misschien wel een nachtsessie te draaien. Wie weet, dat gaan we nog wel bekijken. Hey, ik hoop dat de vis op de kant komt. Ik denk het wel. En zodra we wat hebben, dan laten we jullie dat zien. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren. Dat was een grote voren. Auto release. Eerste brasempje, kleintje. Nou, kijken of we wat groters kunnen vangen. En het liefst karpen op de feeder. Maar vis is vis op de kant. En deze gaat weer terug. Nou, tot de volgende. Dus deze camera moest echt eventjes in de auto, want daar kan hij heel slecht tegen. Buiten het visje die je vanmorgen al gezien hebt, hebben we nog twee brasems gevangen, koolblij en een voren verspeeld voor de kant. Nog geen karpen tot op heden, wel een aantal aanbeten gehad. Eén aanbeet helaas met een lijnbreuk. Nou, het is gelukkig een visveilig systeem. Dus hij houdt alleen maar een stukje onderlijn over en het gewicht is hij aas op kwijt. Dus we gaan nog ongeveer anderhalf uur, twee uurtjes door. Ik hoop dat er nog wat vis op de kant komt. Dan laten we dat zien. En anders zien we vanzelf bij de afsluiting. Nou, tot straks weer. Os. Er komt nog weer een visje op de kant. Echt een knijter van een voren. Echt een beste bak. Nou, het is groot water, dus ze komen hier echt wel met grote getalen voor. Maar toch altijd leuk om te vangen. We gaan hem weer terugzetten. Hopen op meer. Op de boilie trouwens. Nog niet eerder gehad. Nou, hij gaat gauw zwemmen. Ja. En alweer een brasempje erbij, kleintjes. Alles zijn wel kleine brasempjes, wel grote voren, maar nou, misschien moeten we maar eens een voercampagne gaan opstarten hier en voor karper aan de gang. Want 20 mm'tjes krijgen ze toch niet weg. Nou, die gaat ook weer zwemmen. Zo, nou, de sessie zit er weer op.
wat vis op de kant, kleine brazen. Dus ik ga hier denk ik, afhankelijk van de tijd en de ruimte natuurlijk, voorstek creëren. Want de brazen is klein, dus dat scheelt. Dus karper zal er echt wel moeten zitten. Dus dan gaan we de volgende keer op deze stekker proberen te vissen. Voor de rest, we hebben een leuke feederochtend gehad. 4,5 uurtjes gevist. Ik ga nu lekker naar huis. Heb ik nog wat aan mijn zondag. En dan kan ik nog wat met mijn kinderen doen. Vond je het leuk? Geef even een duimpje. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer bij Saan Vissing. Later.